Ja, dit zijn de laatste beelden van mevrouw Rini Ansems uit Maastricht. Ze is 82 jaar oud hier. Een dag later, 23 januari, werd ze om het leven gebracht. En haar dood is nog altijd omgeven door raadsels. De begraafplaats Tongerseweg in Maastricht. Rini Ansems is weduwe en bezoekt hier regelmatig het graf van haar overleden echtgenoot. Met hem had ze geen kinderen, maar uit een eerder huwelijk heeft ze een zoon en dochter. Inmiddels is ze ook oma. De Maastrichtse probeert zo fit en actief mogelijk te blijven. Ze loopt veel en ook met haar 82 jaar is ze lid van een yogavereniging. En ze trekt er zoveel mogelijk op uit. Dat doet ze ook in het weekend van 21 en 22 januari. Op zaterdag bezoekt ze de kapper en op zondag gaat ze langs bij de supermarkt. Van dat bezoek aan de Albert Heijn zijn deze bewakingsbeelden. We zien mevrouw Ansems het best aan de servicebalie als ze iets navraagt. Ze heeft net gepint en gaat daarna een boodschap doen. Vervolgens gaat ze naar huis, aan de Sluizerbank in het zuidwesten van Maastricht, hemelsbreed zo'n 500 meter van de grens met België. Ze woont er al sinds de jaren 80. Eerst met haar man, na zijn overlijden alleen. Al krijgt ze veel hulp van haar buren. Op maandagmiddag 23 januari loopt mevrouw Ansems over de Heukelommer weg, niet ver van huis. Rond 3:30 treft ze daar twee bekenden uit de buurt. Ze praten wat over hun kleinkinderen. Later zullen de twee vrouwen aan de politie vertellen dat mevrouw Ansems een opgewekte, ontspannen indruk maakte. Na het onderrondje van een paar minuten vertrekt ze weer. Het is niet duidelijk hoe laat precies mevrouw Ansems is thuisgekomen hier aan de Sluizerbank. In ieder geval moet ze hier tussen 3:30 en 6:45 die maandag 23 januari iets hebben afgespeeld dat haar fataal is geworden. Want rond 6:45 s'avonds komt de buurvrouw langs om de libellen bij mevrouw Ansems af te geven. Er wordt niet open gedaan. Dat is hoogst ongebruikelijk. Mevrouw Ansems is eigenlijk altijd thuis om het tijdschrift aan te nemen en een praatje te maken. De buurvrouw gaat ervan uit dat er iets tussen is gekomen. Maar ook de volgende dagen blijft het stil. Omdat mevrouw Ansems geen afspraak heeft staan, valt haar afwezigheid echter niet direct op. Tot 26 januari. Zoals elke donderdag komt de poetsvrouw langs. Ze heeft geen eigen sleutel. Mevrouw Ansems doet altijd voor haar open. De poetshulp weet dat de buurvrouw wel een sleutel heeft. Nou, we gaan eens naar binnen kijken. Ja. Hallo! Zodra ze zien dat de libellen en de kranten van de laatste drie dagen nog op de deurmat liggen, maken ze zich zorgen. Ook binnen geen teken van mevrouw Ansems. Wel is meteen duidelijk dat haar huis is doorzocht. De twee waarschuwen de politie, maar ook agenten treffen de bewoonster in eerste instantie niet aan. Totdat ze de garagedeur open doen. Binnen vinden ze tot hun grote schrik het levenloze lichaam van mevrouw Ansems. Al snel wordt duidelijk dat ze met messteken om het leven is gebracht. En dat dat inderdaad waarschijnlijk al drie dagen eerder is gebeurd. Mevrouw Dolsen, mevrouw van 82, die wordt dan doodgestoken. Dat blijft zo moeilijk te bevatten. Ja, de mensen uit haar omgeving kunnen nog steeds niet geloven dat mevrouw Ansems dood is. Ze was zo'n sympathieke en actieve vrouw. En het is dan ook onbegrijpelijk dat iemand die zo'n normaal en gewoon leven leidde, dit is overkomen. Nou, hebben we meteen in de week nadat ze was gevonden hier een eerste getuigenoproep gedaan. Ook omdat toen nog totaal niet duidelijk was wanneer ze om het leven was gebracht. Maar dat is nu dus duidelijker. Ja, we gaan ervan uit dat mevrouw Ansems op maandag 23 januari tussen 3:30 middags en 6:45 s'avonds om het leven is gebracht. En toen we haar vonden, had ze haar jas nog aan. Dus het is mogelijk dat toen ze thuisgekomen is, er iets gebeurd is dat haar fataal is geworden. Zo kan het zijn dat een inbreker haar misschien overrompeld heeft. Maar het is ook mogelijk dat ze misschien bewust gevolgd is die middag op weg naar haar huis aan de Sluizerbank. Er is in ieder geval een heel concreet spoor naar de dader of daders. Mevrouw Ansems is dus in een garage gevonden. Ze was neergestoken. Ja, we hebben een mes aangetroffen, een deel van een mes.
En dat mes is van het Nederlandse merk Deluxa. En dat werd dat voor een aantal jaren geleden verkocht bij de winkelketen Action. Maar het heft van dat mes, dat hebben we niet teruggevonden. Dus we willen heel erg graag weten, waar is dat heft? Misschien is er wel iemand die dat daar in de buurt gevonden heeft. En daarnaast is het dan ook nog mogelijk dat misschien iemand is opgevallen dat zo'n mes na maandag 23 januari ergens ontbreekt. Ja, en er is dus nog niet precies duidelijk waarom mevrouw is doodgestoken. Maar het zou om de spullen kunnen gaan. Ja, de woning was overhoop gehaald. Je kon zien dat er op verschillende plekken in huis gezocht was. Maar of er daadwerkelijk iets weg is, dat weten we niet zeker. Mogelijk zijn er een aantal sieraden weggenomen. Nou, en die dader of daders, die moeten die maandag dus in die woning zijn geweest tussen 16:30 en 19:45. En dan is het dus ook nodig geweest dat die daders in die periode weer zijn vertrokken. Wij weten op dit moment, hebben we nog met niemand kunnen spreken die gezien heeft dat daadwerkelijk iemand die woning verlaten heeft. Maar wat wel opvallend is, is dat die middag in die wijk twee plekken iemand gezien is die er eigenlijk niet leek thuis te horen. Ja, en dus moeten we zo snel mogelijk te weten komen wie daar is gezien. Terwijl mevrouw Ansums rond 16:30 nietsvermoedend een praatje maakt op de Heukelommerweg in Maastricht, staat er aan de overkant van de straat een onbekende persoon. Op zo'n 200 meter afstand van de Petrus- en Pauluskerk, daar op de hoek met de Redemptielaan, stond mevrouw Ansums. Die onbekende persoon stond aan de overkant van de weg, bij de lantaarnpaal op die plek. Diegene droeg suède dameslaarzen. Daar zou je uit kunnen afleiden dat het een vrouw was, maar dat weten we niet zeker. Wat we wel zeker weten is dat deze persoon zwarte kleding droeg en een zwart mutsje op had. De politie wil heel graag weten wie daar toen stond of wie die persoon ook heeft gezien. Het is niet bekend hoe mevrouw Ansums vanaf de Heukelommerweg verder is gelopen en of ze daarbij misschien is gevolgd. De politie is ook op zoek naar een vrouw die maandagmiddag op deze plek, vlakbij het huis van mevrouw Ansums, werd gezien. Hier achter mij ligt het huis van het slachtoffer op zo'n 30 meter afstand. En dit is dat paadje tussen de Sluizerbank en de Redemptielaan, iets verderop. Om 16:30 die middag ziet een buurtbewoner op deze plek een onbekende vrouw lopen vanuit de richting van de Sluizerbank. Die buurtbewoner vindt dat vreemd. Hij kent de vrouw niet en bovendien wordt dit paadje normaal gesproken alleen gebruikt door mensen die ook uit de wijk komen. Ja, en mevrouw Dols, van die vrouw die dus uit de richting van het huis van het slachtoffer kwam, is een signalement. Ja, de getuige omschrijft haar als een vrouw van Oost-Europese afkomst. Ze leek tussen de 20 en 35 jaar oud en ze was ongeveer 1,70 meter lang. Dan verder had ze een tenger postuur en zwarte haren. En wat opviel was haar grauwe gezicht en onverzorgde uiterlijk. En ze droeg die middag een donkere trui met een capuchon. En we weten natuurlijk niet of zij iets te maken heeft met de dood van mevrouw Ansums. Al is ze natuurlijk wel daar in die brandgang dicht bij die woning gezien. We willen natuurlijk heel graag weten wie die vrouw is en of er nog meer mensen zijn die haar daar gezien hebben. En heeft ze natuurlijk niks met deze zaak te maken, dan is het wel belangrijk dat ze zich snel meldt. Ja, en datzelfde geldt natuurlijk ook voor die persoon met de dameslaarzen die op de Heukelommerweg stond toen mevrouw Ansums daar even eerder een praatje heeft gemaakt. Ja, dan is nog de vraag waar mevrouw Ansums daarna naartoe is gelopen. Dat lijkt misschien heel onbelangrijk nu, maar dat is het voor u wel. Ja, we willen graag weten wie haar nog gezien heeft die maandagmiddag na 16:30. En toen ze wegliep had ze een klein tasje bij zich, dat was roze van kleur. Na haar dood hebben we dat tasje niet meer teruggevonden. Dus heel concrete vraag, waar is dat roze tasje gebleven? Duidelijk. En u wilt eigenlijk ook sowieso spreken met iedereen die mevrouw Ansums zondag 22 of maandag 23 januari nog heeft gezien of heeft gesproken. Ja, we hebben een redelijk beeld van wat mevrouw Ansums gedaan heeft die dagen. Maar helemaal compleet is het nog niet. Nou, het kan zijn dat ze nog naar de begraafplaats aan de Tongerseweg is geweest in Maastricht om het graf van haar man te bezoeken. Daar lagen namelijk verse bloemen op. Of zij die daarop heeft gelegd of een ander, dat weten we niet. En ook niet wanneer dat gebeurd is. Dus als er mensen zijn die mevrouw Ansums die zondag of maandag nog op die begraafplaats gezien hebben, dan horen wij dat heel erg graag. Ja, mevrouw van 82 is met een mes om het leven gebracht. Denk alstublieft mee of stuur de zaak door en alle vragen via de site als u mensen in de omgeving van Maastricht kent. Tippen kan nu via live.politie.nl of bel. De opsporingstiplijn van de politie 0800 6070. Meld misdaad anoniem 0800 7000. Team Nationale Inlichtingen 079 345 8999.